dit apparaat ontploft over 10 seconden. Werpen het nu onmiddellijk van u af. Volgens de regels voor de gebruiksaanwijzing. Film je nou? Heb je al mee aan het filmen? Je bent in beeld. Ja? Maar je film nog niet. Hé? Je film nog niet. Ja, hij staat aan. Nou, ik ben goed. Ja, zeg als je erin. Even, dan kom ik even dichterbij namelijk. Hè? Ja, scheen doen. Nee. Even een beetje bij je komen, dat is heel even nog. Zo, dat is hem dan. Toch vind ik het wel wennen dat filmen, dat is heel wat anders dan ze fotograferen eigenlijk. En toch is het leuk, hoor, blijven toe. Ja, toch vind ik het leukste de actie van de hele run, alles erop en eraan. Ja. Dat je echt iets helemaal dat je iets helemaal maakt. Even uitzetten. Ook een 22er, hè? Kijk eens, joh. Kom maar. Ik zit er niet te veel, hoor. Geeft toch niet? Nou, dat is een bekende, hè? Zeker. Dat is de spiegels onder rugvin. Een paar jaar flink gedrukt. Van 27 naar nu 30,5 of zo, hè? 31. Hou vast. Hou vast. Gevangen s'nachts. Op een pop-upie. Ja. Dat betreft een sessie die je niet meer kapot kent. Zo is het.
Zit hij er nog in, Patrick? Ja, het zal er wel. Levendig en wel, hoor. Ja. Spiegel van 26 ton, hè? 26. De nacht gevangen. Mooi populair. Nou, hij is goed uitgerust. Zeker. Te uitgerust van het mooie. Prachtig. Prachtige vis. Zeker. Mooie gave spiegel. Mooie strijd gegeven. Wat dat betreft kan de sessie niet meer kapot. Zeker. Is die al? Nou, hij is oké. Mooie gave vis. Zwemmen, jochie. Daar gaat hij dan. Zo, best nog, Jan? Ja. Kijk, dat is een oude vriend van me. Ja. Snuit erdoor, kan die lekker hap in het water. Ziet, hij kwispelt van blijdschap. Ja. Hoe zwaar is deze al nou precies? 23. Een hele mooie spiegel, hoor. He? Een beetje rijachtig is die, hè? Hou vast. Het is een rijachtige spiegel, ja. Ja. Wat een mooie vis. Zo, die gaan weer retour. Ja, die mag zwemmen. En daar is het. Ja. En de volgende? Ja,
Die is 27 pond, Jan. 27 schub. Ja. Laat nu toch wel even voordat hij eruit is hoor, dus wacht maar even. Oh. Ja, dan laten we ons naar beneden, ja. Volgende slachtoffer. Daar gaat hij. Dan kan je weer op V drukken, Patrick. Dan gaat hij weer weg. Nou, zo'n schub ook voor de afwisseling, hè? Zeker een hele mooie grote schub. Niet te dichtbij, hoor. Weet, hij is nog niet uitgezwommen. Nee, zeker niet. Deze heeft ook een goede, grote, miskenbare... een goede beschadiging aan zijn bek, maar die goed aan het herkennen valt. Tjoh. Want is deze vis een keer mishandeld geweest? Ja, deze vis heeft echt een keer iets, is iets een keer overkomen. Zo, die gaan weer retour. Even bijkomen. Die mag weer terugkomen als die 30 is. Echt mooi, mooi terugname, terugzitten. Dat kan haast niet hier hoor. Vanaf die stijgen, hè? Nee, inderdaad. Dat is jammer. Zeker. Maar wil niet erg, geloof ik. Nee, hij blijft erin zitten. Maar nu mag hij dan. Ja. Ik heb geen beeld, joh. Het dingetje zit er nog voor. Shit, joh. Nou ja. Vakantie. Die kool zit er wel in, ja. Hoe laat heb je hem nou, Jan? 10 voor 8. Ik hoor dat het een... dat niet in één stuk doorging, hè, de run. Nee, het was een terugzakken. Ging in één keer weg. Voelt het een beetje aan of denk je dat het klein is? Dat is nog moeilijk te zeggen, hoor. Moeilijk te zeggen.
Jazeker. Het weer is helemaal omgeslagen. Ja, ik zie het. Het is geen echt meer hoor. Nee. Heb je hem zelf, Jan, of? Ja. Is het nog een mooi, denk je, of? Ja, ik denk wel dat het een zender is. Ja, toch al wel, joh? Dat valt me 100% mee dan. Nog even een mooie run. Een strijdlustige vis, hoor. Ja, dat is zeker nog een mooie vis. Je kan hem beter hier in het midden leggen, Jan.
Even een mooie onthaken. Dat is zeker een hele mooie spiegel. De haak was al los. De haak was al los. Dan neem je precies op tijd in je net. Ja, precies. Ik denk dat dit toch een vis is die tegen de 24, 25 pot. Nou, zet hem even af, dan gaan we hem even wegen. Ja. Zo. Zullen we eens kijken wat deze vis weegt? Beetje spreiden. Mag u lekker gezellig even weg. Mooie spiegel. Mooie vis. Dat zal de laatste vis van de sessie worden, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Maar heb je de mooie afsluiting om nog een boven de 20 pond te vangen? Gaat die engel nog ineens meer opnieuw ingooien? Maar dan kan je gelijk in geven. 26. pond? Mooie vis. Ja. Dan zal ik niet uitgeleid proberen. Ik hoop het voor je. Ja, daar gaat ie. Mooie vis voor 26 pond.